Op dit moment zijn er twee schuren in brand, een heftige brand geweest. En twee andere schuren die zijn wel tegengehouden, de brand niet doorslaat naar de andere schuren. Wat troffen jullie aan toen je hier kwam? Een uitslaande brand op de twee stallen, dus een flinke brand. En dus de eigenaar flink in paniek en dat troffen wij aan. Ja, het gaat om varkensstallen. Hoeveel dieren staan er in die stallen en ja, voor hoeveel dieren moet ik er om hun levens vrezen? Op dit moment hebben wij van de eigenaar doorgekregen dat er 4000 zeugen in zitten en daarnaast de biggen nog. Is er al iets te zeggen over ja, hoeveel dieren bij deze brand om het leven zijn gekomen? Nee, daar kan ik nog niets van zeggen. Nee. Was het erg slecht weer toen de brand ontstond? Zou daar mogelijk een oorzaak kunnen liggen of is daar bij jullie iets van bekend? Dat zou een mogelijke oorzaak kunnen zijn, maar dat moeten we nog later even uitzoeken van als alles netjes begaanbaar is om te kijken waar de brand is ontstaan. Ja, erg veel brandweer jullie hier. Wat hebben jullie precies ingezet? Er zijn op dit moment twee pelotons. Eén peloton staat op de uitgangsstelling. Eén peloton is ingezet, twee hoogwerkers, twee waterwagens, twee keer groot watertransport. En we gaan kijken of dat we met de tweede peloton via de andere kant erin kunnen. En dan verwachten jullie hier nog bezig te zijn? Minimaal nog een anderhalf uur, voordat we brandmeester hebben. En vanuit daaruit nog nablussen zal zeker nog tot in de ochtend duren.